Jullie hebben vorige keer onze eerste twee hoofdstukken uit dit boekje gekregen, waarvan ik vandaag net de druk heb gekregen. Filotopie in Nederland. Ik beloof als het eruit is, dan zal ik zorgen dat we hierover jullie een officiële versie krijgen. Maar dit is waar de hoofdstukken vorige keer uitkwamen. Dit is het ene verhaal over de achtergeefmechanisme. En het verhaal over de De rest komt dus vanzelf naar YouTube. Ik heb een aantal dingen opgestuurd. De slides, ik wist hierin van vanavond. Plus, dat is even lastig, deze verhalen komen van de website van Vera Perum. Man, Perum. Daar heeft een mooi boek geschreven, het heet Friend Tracing. Alleen het blijkt als je sprint raak je allemaal er extra rechte letter kwijt. Ja. Dus ze zijn jullie opgestuurd. Nee, ze gaan. Je kijkt naar links, ja. Sorry. Dus ik heb geen idee hoe dat nou weer. Maar er is iets fout met de print. Die PDF is alleen gemaakt voor een online opmaak, maar niet voor een printwerk. Daar is de print of die helemaal op. Oh, daar, ja. Maar wij sturen jullie de link toe. Dus. Papier is te klein, moeilijk. Ja. Ja. Dus voor Amerikaanse voor de lijn. Ja, maar dat is het landscape kunnen doen. Maar het is het leuke, Vera is een van die dames die lang getrokken heeft aan fondswerving in Nederland. En nu de beweging maakt naar van dat fondswerving eigenlijk veel meer komt te staan in het idee van vrienden maken. Die op allerlei manieren ondersteunen, dan alleen maar om de portemonnee vragen. En dat het daarmee ook veel warmer is geworden. Het grappige is, als je met jullie praat, dan zit je eigenlijk al veel meer aan die eerst die warme kant. En dan met een beetje geluk komt misschien wel geld mee enzovoorts, maar niet die direct marketing kant. Van het koude fondsenwerven, wat er gebeurd is met allerlei brieven enzovoorts. Zo gaan we daarmee wat wel zijn, maar die markt steeds meer op de persoonlijke relaties. Ja. In plaats van zeg maar de brief enzovoorts. Hoewel je nog steeds wel moet realiseren dat als je een goede naamsbekendheid hebt, dat dan die brieven dat ze heel effectief zijn. Ja, ja. Maar als je geen naamsbekendheid hebt, dan is die brief ook echt. Dat is een mooi onderzoek dat we in Nederland eens een keer willen gaan nadoen. Van hoe iemand vinden. Een collega van mij die heeft een jaar lang alles wat ze binnenkreeg op een stapel gelegd. En bijvoorbeeld met studenten gevraagd, leg ze nou zo'n volgorde van wat je denkt dat je geld zou geven en waarom. En dat is als een soort mechanisme gebruikt om daarmee een artikel te schrijven. En dat komt heel erg uit de voorschijn, maar dit is alweer jaren 80, eind jaren, begin jaren 90 denk ik, uit mijn hoofd. Dat nog heel erg ging om de persoonlijke vraag in zo'n brief staan. Een heel emotionele kant, zeg maar. En dat alle technische, rationele dingen, een typfoutje meer of minder, eigenlijk maakt het niet zo veel uit. Maar goed, vanavond gaan we het hebben over hoe concreter worden als het kan, over die financierskant. Wat we jullie gevraagd hebben om te doen, misschien is het maar eerst om daar eens over beginnen te praten, is om eens na te denken over van welke financieringsmogelijkheden je nu gebruikt, wat je nog zou kunnen gebruiken. En of je daarmee zeg maar komt tot een afgewogen portfolio. Hoe je die steviger zou kunnen maken in de toekomst. Heren, jullie hebben een mooi stukje gedaan. Kunnen jullie iets over vertellen wat opleverde? Wat? Ja, we zijn bij elkaar gezeten. Ja. En dan ga je vanzelf praten over de mogelijkheden die er zijn. En mogelijkheden die je niet kunt vinden. En gekeken hoe het op dit moment is. Waar wij onze financiën vandaan krijgen. En waar we... in de toekomst misschien iets van kunnen vinden. Want er wordt in de literatuurlijst heb ik gezien, er zijn een heleboel boeken gemeld waar je dus richtingen kan vinden waar je qua organisatie een gericht mogelijkheden kunt zoeken. Maar ik begreep eruit dat vermogensfondsen, dat zijn als regelfondsen die je proberen op weg te helpen, maar niet structureel. Of is dat? Nou ja, kijk, zie ik dat verkeerd? Nee, in de vermogensfonds heb je eigenlijk drie mogelijke categorieën. Ja. Eén, dat is de eenmalige waar je gewoon aan schrijft als je, zoals we al besproken hebben, iets van rolstoel nodig hebt. En die gebruiken we ook, ja. En die zijn eigenlijk voor iedereen gewoon, ja, die moet je maar opzoeken. En je moet weten dat als je ze ieder jaar schrijft, op een gegeven moment gaan ze nee zeggen. Maar ze ieder twee jaar aanschrijven voor iets geks, of iets precies in de doelstelling past, geen probleem. In alle eerlijkheid, toen de economische crisis toesloeg, zoveel jaar terug, toen was het probleem van VSB-fonds, had er twee.
één, ze konden veel minder uitgeven, want ze waren veel geld kwijt. VSB-fonds komt uit. VSB-banken die allemaal in Fortis zijn gegaan. Ze zaten om allerlei vriendelijke redenen nog in aandelen Fortis. Ze begrijpen wat er gebeurt toen Fortis omviel. Dat was een klein probleempje. Ze hadden gelukkig al veel. Maar vervolgens dachten allerlei mensen, nou, VSB-fonds hoef je niet meer te schrijven. Die hielden ze geld over. Ja. Oh ja. Dat is fascinerend, want allerlei mensen dachten vandaag geen nut. Dat is het tweede probleem. Je kunt minder uitgeven en je houdt nog over ook nog. Ja. Oh, goed. Maar goed, dat zijn al bijna echte banken aan het schrijven. Interessant. Maar goed, dus dat zijn de vermogensfondsen die als het ware niet meer in een eenmalige financiering zitten, maar hun eigen, nou bijna beleid maken van wat ze willen dat er ergens mee gebeurt. Wederom VSB-fonds heeft een mooie ontwikkeling gemaakt van vooral bloemen financieren op de podia. Daar werden ze vaak van beschuldigd, zo van je financiert de versiering bij het feestje. Naar steeds meer een aantal beleidsonderwerpen waar ze het verschil willen maken. De vraag is of je met zo weinig geld, want het is wel veel geld aan de ene kant, maar vergeleken met de overheid uitgeeft, is nog erg weinig, maar daar weer verschil maken. Dan doen ze wel vaak langere financiering. Dan kun je 3 tot 5 jaar met ze afspreken, maar structurele financiering, eigenlijk doet niemand dat meer, ook de overheid niet meer enzovoort. Het wordt structureel, zegt een soort. Dus je moet voor jezelf gaan zorgen, op den duur. Nou, de derde, die waar wel, dus zien we dan, krijg je meer vermogensfondsen die echt bij één organisatie of bij een paar doelen horen. En zoals er veel vermogensfondsen zijn die gekoppeld zijn aan een bepaalde gezondheidsinstelling. Of wat dan ook. Maar dat is een heel ander soort verhaal. Dat is meer eigen reserves die je opzij zet. Of inkomstenbron waar je bij weet te komen. Dus de beroemdste zijn de waar de uitkering voor cliënten, toen die nog riant was, geparkeerd is bij de instelling. Er zijn een aantal blinde instituten, verstandig gehandicapte instituten, waar ze dat een tijdje hebben kunnen doen. Of waar ouders hadden, ik had toch over en maak ik gebruik van iets leuks met. Maar dat is ook voorbij. Dat structureel is in feite, de opdracht is, de gedachte is om naar iets structureels te gaan door een portfolio van verschillende dingen te hebben, zodat je wel een verlies ergens kan leiden. Nou, we zitten zelf te denken aan een wijziging in onze eigen organisatie. Exact. Zodat wij, als het fout zou lopen, onze betaalde coördinator zouden kunnen vervangen door een vrijwilligers. Ja, dat is heel duidelijk. Bergjes. Ja. En daar hebben we samen over. Kees kwam met het voorstel. En daar hebben we discussiëren hoe je dat. Ik heb een grof raamwerk gezet. Ja. Hoe je de organisatie kunt wijzigen door een veel beter en hoger beroep op de vrijwilligers te doen. Ja? En dan kun je de betaalde kracht kwijt. Nou, ik denk dat terecht dat een van de onderliggende vragen van deze 3 avonden was, hoe kom je van iedere dag je financiële probleem oplossen tot een groot strategisch management, financieel management. En een van de kenmerkende dingen is, zodra een non-profit organisatie met de eerste paar behoefte begint, ja, dan gaat dus zeg maar de eis van de structurele financiering een paar tandjes omhoog. In alle eerlijkheid. Want als je het met allemaal vrijwilligers doet en komt de maat niet helemaal uit, ja, daar kom je met elkaar wel uit. Weet je, dan kijk ik aan en dan is van, nou ja, je onkosten voor deze week maar anders een beetje. Meestal lossen dat wel op. Op een gegeven moment stopt het natuurlijk aan de tijd, maar met een beroepskracht heb je echt meteen een probleem zodra je een maand gewoon. Weet je, dat is een ander soort verhaal. Dus de noodzaak om structurele financiering te hebben, ook iedere maand of met een, wordt meteen een stuk minder als je het met vrijwilligers doet. Of liever gezegd, een grote vaste kosten eruit haalt. Ja. Ja, open deur, dat is maar het, ja. Hij is wel helder. Ja. Het is niet alleen het goedkoop wordt, het wordt ook makkelijker. Als je deze maand binnenkomt en de volgende maand niet, nou ja, dan is het allemaal wat makkelijker te smeren. En dan de financieringskant. Want jullie hebben een hele structurele financiering, dat zijn in feite gewoon die mensen met die bus mee rijden. Er moet nog wat gebeuren, wil dat minder worden? Ja, wij verwachten niet dat het ziet er niet naar uit dat het structureel verandert, de situatie. Okay. Er komen alleen meer ouderen bij, er komen meer mensen bij die gebruik maken van de wijkbus, is onze verwachting. En ja, daardoor denken wij dat het percentage ritten langzamerhand toch wel zal stijgen. Even een vraag, haalt u de marginale kosten uit zo'n rit die wordt wel gedekt als u iemand zegt? Nee. Nee, die wordt niet gedekt. Oké, maar die zou u eigenlijk. Ja, dat is het tweede punt waar we zitten discussiëren.
Ja, wat staat er in de marginale kosten? Nou ja, in feite de kosten echt van die rit zelf. Hè? Dus de benzine en de auto, afschrijvingen, meer van dat soort vatsen. Dat noem je de marginale kosten? Ja. Ja, dat is 1,10 euro per rit. Ja, dus 20 cent per rit levert u in. Nee, ik klok. Het is 3,90 per rit. Ja, maar daar zit die behoefte in. Ik zet de kilometerprijs doorheen te gooien. Zit daar die behoefte in? Ja, dat is een overheffing. Ja, dus eigenlijk zou het zonder de overheffing. Wat marginaal denk ik, dat zijn de toegevoegde kosten. Ja, dus extra kosten van één rit. Extra kosten, ja, dat bedoel ik. Wat kost een kilometer gewoon? Ja, dat kan extra. Dat weet ik niet. Oké. Dat weet ik niet. Dat zou dus heel spannend zijn. Kijk, een van de overwegingen die je moet hebben is van waar wil je subsidie op leggen? Ik denk dat dat in het begin zelfs niet hier is, want we hebben enige overcapaciteit. Ja? Maar dan ga je echt aan je reserves. Ja, ja. Ja. Nou ja, misschien bedoel ik hem anders. Kijk, bij Van Harten, waar het dus gaat om eten en om eenzaamheidsbestrijding, daar vinden wij het langzamerhand echt een probleem dat we ook de harde kosten van het eten niet terugverdienen. Dus zeg maar wat je gewoon moet kopen om het te kunnen maken. En dat doen we alles met vrijwilligers, we hebben twee beroepskrachten. En we vinden nog iets aan de beroepskrachten, die hoeven niet op het eten te drukken, misschien maar gedeeld. Maar zelfs de harde kosten van het eten maken we niet goed. Terwijl we zitten, officieel vinden we in de missie, in het bestrijden van eenzaamheid. Maar we subsidiëren ook eten. Nou, dat er is wel allemaal recht te praten enzovoorts. Maar eigenlijk zit er iets geks. Dus net iets van je kunt besluiten dat je gehandicapte korfbal, dat je dat goedkoop maakt. Dat je weet dat eigenlijk gewoon als je dat eerlijk zou verdelen, hebben zij goedkope dingen. Maar als je iedereen, maar waar leg je zeg maar je subsidie in je vereniging op? Nou, daar eerder dan bij het seniorenteam of wat dan ook. Als je al subsidie ergens oplegt, hè? Dan is ook gewoon een aantal. Zou je eerder zeggen, vandaar willen we als het ware verlies opleiden. En verlies leiden ons in deze context een subsidie opleggen. We gaan even vanuit dat we allemaal niet uitkomen van de cliënten. Dus je hebt ergens geld van iemand anders bij nodig. Het kan de overheid zijn, kan een fonds zijn, kan een donateur zijn. Maar je hebt geld nodig dat van een derde komt. Dat is bij jullie nog het minst. Omdat je in feite leden hebt. Bij jullie is het vrij duidelijk. En nu is de vraag, waar leg je dat op? Leg je dat op het hebben van een bus, dat de service er is? Dat is heel duur. Dus dat is een soort bus waar niemand in zit. Of leg je dat ook op de rit zelf? Dus die 90 cent klinkt als. Maar goed, dat is aan jullie de vraag. Nou, dus natuurlijk, de verhoging van de ritgelden is natuurlijk makkelijk te overwegen. Ja. Ik denk dat de mensen die er al gebruik maken van onze bus daar geen problemen mee hebben. Denk ik. Nou, als we ook weer constateren, moet u in één keer naar je 1,40 toe. Ja, ja. Nee. Je zou wat. Ik moet er rekenen natuurlijk waar ergens dat punt ligt. Even verder gaan we weer. De vrijwilligers werden er niet blij van, toch? Want die krijgen nu al 10 cent voor. Ja, maar daarom ging het nou ja. Oh, ja. Hebben jullie al andere dingen doorgelopen? Wat viel er verder nog? We hebben die matrix doorgelopen. Ja. Ja, die alleen. Het waren alleen de tuttelvakjes. Ja, die ons van dit pas kwamen, die hebben we eruit gelaten. Welke kwamen niet van pas? Nou, wij zoeken in dat andere. Tolk, heb jij het nog aan? Welke was die overgelaten? Nou, evenementen, de eenmalige. Ja, dat doen wij hier aan. Er zijn er 15 voor ons van toepassing. Ja. Die staan hier genoemd. Ja? Ja. Dus wat zit er niet bij? Structurele donaties. Donaties, dat betwist ik nog, maar goed. We hebben donaties, sponsoring hebben wij. Ja. Dan fondsen. Ja, vermogensfondsen, kleintjes, ja. Subsidies natuurlijk. Ja. En dan eenmalige werving hebben we niet. Eigen inkomen. Ja, daar is, ja. Dat is niet heel eigenlijk. Dus die laatste twee. Maar mijn eigen inkomen is in feite heel groot, dus wat de mensen betalen. Nee, dat zijn de contributies en de ritgelden. Ja, die staan er. Dat is een vrij steekpunt. Ja, die zijn heel groot. Ja, rent op eigen vermogen, dat is gewoon zo. Dat moet je ook voortdurend, zeg maar, even in de contacten met de gemeente voortdurend blijven herhalen dat u een grote eigen inkomen hebt. Ja. Namelijk gewoon dat mensen betalen voor wat ze krijgen. Dat is heel modern, dat is echt gewoon het belangrijkste wat er is. Het tweede, kunnen we ze afvragen. Wij kunnen ons heel veel evenementen voorstellen waarin de wijnbus ieder jaar gefinancierd wordt. Het is gewoon een kwestie van een leuk feestje organiseren, toch?
Ja. Voor wie? Nou ja, voor een gedeelte van uw cliënten, mede aan de wijk. Ouderen en minder valide. Die krijgen niet de dansvloer. Oh, je hebt een dansvloer, maar. Maar rolstoel dansen? Wat? Rolstoel dansen? Ja, dancing with the stars. Ja. We hadden het vroeger, we hadden een bingo-avond. Ja. Ja, dat hebben we gehad. Ja, dat hebben we gehad. Toen waren we al vereniging, joh, met zijn woord. En dat bindt mensen natuurlijk wel. Dat ze dat willen scheppen, dat is duidelijk bij. We moesten dus een ledenvergadering hebben, uiteraard. Maar die leden kwamen als we bingo hielden. Maar ook we moesten alle leden van de vereniging moesten halen. Ja, dat snap ik. Ja. En dan sprak wij voor bingo. Ja. Dat gezamenlijk vooraf van wat hoe gaat met de vereniging. Nou, het is wel heel spannend als u in staat bent om een verband te maken met een club of met een paar mensen bij u te betrekken die meer in het eens met bestrijdingen zitten dan in het vervoer. En daar een koppeling mee te maken. Dat is ook intergeneratievrijheid. Die is ook wel interessant. Ja. Dat ze met opa's met kleinkinderen gaan doen. Dat is ook hartstikke hip. En met hele gezinnen iets doen met vrijwilligerswerk of voor fundraising. Ook heel hip. We hebben natuurlijk wel de recreatieritten op zaterdagen. Alleen die zijn vrij afgezaagd en daar kijk ik met zorg tegen. Dat moet anders. Het moet wat hipper worden. Want tante Truus en tante Jans en tante Miep die stappen in een bus en die zien helemaal niet waar ze naartoe gaan. Want die praten alleen maar met elkaar. Ah, ja. Ja. Ja, en dan stappen ze uit voor een kopje koffie met een bakje en dan weer terug. Daar kan je natuurlijk ook iets anders van maken. Terwijl ze op gedacht om ergens neer te zitten en dan laat hij gewoon zo'n ding langskomen zoals ze ergens rijden. Ja, ze een safaripark tussen de leeuwen. De leeuwen zijn ook leuk, ja. Maar dat kan natuurlijk ook. Je kunt dat veel attractiever maken dan alleen maar een ritje naar Tiel, waar ze een kopje koffie krijgen en terug. Ja. En je hebt ergens in Garderen een zandsculptuur geval. Ga daarheen. Ja. Dan kunnen ze daar lekker rondwandelen en dan terug. Dat kost natuurlijk iets meer. Ja? Dat kan je niet voor 15 euro doen. Ik denk wel dat het lukt. Mm-hmm. Ik denk wel dat er natuurlijk een hoop mensen zijn die je niet kunnen betalen, maar ik denk dat geld bij u van de mensen niet het grootste probleem is. Ja, maar zolang je maar een beperkte capaciteit hebt, kun je toch niet iedereen hebben. En of dan 17,50 euro? Dan hebben 7 bussen maar 8 mensen, dan heb je toch gehad. Ja. Ja, dus misschien moet je eens variëren in het soort. Busreisje, dan heb je misschien een andere doelgroep als degene die nu meegaan, maar de mensen die andere dingen interessant vinden. Ga je, ik ben wel eens een keer met 2 wijkbussen helemaal naar Zeeland gegaan, naar Ouwerkerk, naar het Waterzoutmuseum. Ja, zoiets. Nou, dan krijg je opeens een heel ander gezelschap mensen. Want, vervolgens kregen we voortdurend verzoeken om dat nog eens een keer te gaan En wij zitten te star, denk ik. We zetten ze in die stoel en ze stappen in een restaurant uit en rijden ze weer terug. Ja, dat is leuk. Ik kijk er met enige zorg naar, maar deze commissie wil het uitmaken. Maar ik ben bezig met een marketingplan om dat ook anders aan te pakken. Ja, en daarmee zeg maar de busbreedte verankeren, of liever gezegd, ik ga heel gemeen zeggen, een soort moderne of in ieder geval eigen tijdse imago te geven. Want het grootste risico is een beetje te gemarginaliseerd tot in termen van ja, dat is leuk. En dat op een gegeven moment in de koolsingels denken van ja, dat moet gewoon hetzelfde doen als de rest van Rotterdam. Ja. Punt. Want het gaat niet over geld, daar waar we hier over praten, maar het gaat echt over zelfstandigheid. Ja. Ja. Rijden jullie wel eens voor sportverenigingen? Ja, volgens mij was het net al een soort moment van gesprek op gang gekomen, zag ik. Ik wou net zeggen van, ik zit elk weekend voor de uitwedstrijd van mijn dochter te puzzelen van hoe gaan we dat nou ook alweer doen. Zo weet ik niet of er een hockeyelftal in zo'n busje kan, maar... Dat kan niet, maar ik weet niet of dat mag van de subsidievereniging. Dat we dus gaan concurreren met taxibedrijven. Ja, maar als je voor het G-team bijvoorbeeld doet, dan zit u nog steeds in de doelgroep met minder valide. Ja, dat mag wel. Dat mag wel. Denk ik wel. Ja. En ook jullie doen bijvoorbeeld met ouderen ook. Wij hebben heel veel ouderen op het complex, diverse sporten van. Dus daar zijn we zeker wel mogelijkheden. Ja. Want wij moeten beducht zijn dat de RMC ons in de kieren heeft. Hè? Ja, ja. Die alle wijkbussen in de kieren heeft, zelfs een staatsgreep heeft gedaan dit jaar om ons over te nemen. Ja, dat is het gaat invloed uitoefent bij de wethouder dat die wijkbussen moeten onder de RMC vallen. Ja, dus. Vandaar dat mensen van bij jullie gaat helemaal niet met geld, maar het gaat echt om de zelfstandigheid. We gaan om zelfstandigheid, En die maak je wel door echt heel veel lokaal te doen, dus echt zichtbaar te zijn. Ja, mensen echt gewoon aan het hart gaan als u overgenomen wordt, zeg maar, door de staatsgreep.
dat er dan een aantal dingen niet meer mogen. Ja. Dat moet eigenlijk gewoon het verhaal zijn. Jij moet duidelijk meer te bieden hebben als de taxibedrijf. Ja. Nou, ik begrijp dan de taxibedrijf. Wij mogen natuurlijk niet concurreren met het beroepsvervoer, dat vind ik toch wel duidelijk. Ja. Ja, u mag niet concurreren op prijs, maar u mag wel op bij andere dingen concurreren, neem ik aan. Ja, maar onze doelgroep staan in de statuten, zijn ouderen en minder valide. Ja. Ja? Ah, en als we dan een hockeyelftal gaan verplaatsen. Ja, dat kan ook. Maar alles wat gehandicapte sport is of geen sport is, ouderen naar. Naar de Bries, naar de Klaarbos, ja. Op ja. Dinsdag en donderdagavond. Ja. Muziekgezelschap hebben we al een keer gehad. Wat met muziekgezelschap? Ja, we hebben eens een keer een muziekgezelschap gehad. We hadden chauffeurs bezwaar tegen. Want die kregen lieden met trombones en trommels. Ja, daar vond ik niet voor. Ja, ik kan me dat voorstellen. Te volle bus of wilden ze geen muziek in? Nee, het feit dat ze daar niet verwenden de auto. En toen zei ze, ja, komt er nou een heel muziekgezelschap? Daar zijn we niet voor, dat wil ik niet. Ja? Ik kan het voorstellen. Oh. Ze zijn gericht op die ouderen. Ja. De vrijwilliger zegt, dat is niet mijn doel. Ik denk wel als u, even algemene maken. Het spannende van commerciële activiteiten aangaan, is dat je eigenlijk altijd met mensen een gesprek moet hebben van, met je vrijwilligers, van waarom je dat doet. Ik heb het vandaag gebeld door een gemeente waar het zwembad wordt afgesloten. We hebben een aanbod gekregen van 4 mensen die beroepsmatig willen doen en zeggen dat ze met 12 vrijwilligers bij dat zwembad open gaan houden. En de gemeente, die heeft dan beloofd dat ze de helft van de subsidie blijven ze betalen. En de gemeente voelt zich een beetje onzeker. Ik moet het gaan beoordelen hoe het nou gaat met die 12 vrijwilligers of die echt gaan vinden enzovoort. Ja, ja. En een van mijn beoordelingspunten gaat wel zijn van wat is nou de legale structuur, de juridische structuur? Want als ze daar een winst in het bedrijf van maken, waarbij dus meer vrijwilligerswerk betekent dat de 4 meer inkomsten hebben, dan, dat zou ik zelf als vrijwilliger nooit intuinen. Ja. Maar als meer vrijwilligerswerk betekent van het zwembad wordt nog mooier, ja. Of we gaan met z'n allen, als we nou meer open zijn, er zijn nog meer vrijwilligers bij, en dan kunnen we een gehandicapte lift dinges kopen hier, waarmee je gehandicapten kunt laten zwemmen, nou dan weet ik wel zeker dat je vrijwilligers kunt werven. Die zeggen, wauw, 4 uur per week meer open over een jaar hebben we die lift, dan gaan we werken. Dat is ook een spannende manier, als je dus met mensen in gesprek hebt kunt gaan van we willen wat meer commercieel vervoer hebben aan de grenzen van zeg maar wat we mogen, een muziekgezelschap. Maar vanwege het muziekgezelschap hebben we over 2 jaar wel weer gewoon een perfecte nieuwe bus. Of doen we 10 keer en we kunnen dat en dat weer doen. Dat is hetzelfde als een heel ander soort context. Of een deal aangaan met het muziekgezelschap wat weer entertainment voor de ouderen kan zijn. Voor de waarbij je gewoon kunt uitleggen waarom het is, want dat is een spannende. Ja, het was in het kader van ons Alexander iets, ja? Ze moesten ook verplaatst worden. Ik weet het fijne niet, ik weet alleen dat de chauffeurs problemen hebben. Maar dat is volstrekt helder, omdat ze het gevoel hebben dat ze voor een karretje gespannen worden waar ze niet op ingetekend hebben. Ja. En als het karretje uit te leggen is dan, dat geldt bij allemaal, dus zodra je iets gaat doen of mensen voelen van hier wordt geld verdiend of daar zijn we niet voor. Terwijl je als bestuur vaak wel weet waar je het voor bedoelt. Ja, dat zijn vrijwilligers natuurlijk een soort eigenwijze lieden die als je dat niet vertelt, ja, dan komt er een hele rol op gang waar je niet zoveel aan hebt. Hetzelfde kan je organiseren een toernooi waar graag goed voor betaald wordt door deelnemers. Dan moet je wel met je vrijwilligers van tevoren afspreken waar dat geld naartoe gaat. Ze moeten een gevoel hebben dat het niet in een bodemloze put van het eerste team gaat of het is goed afgesproken. Dat zijn spannende dingen. Dat bij je volgens mij ook zo zijn. Je hebt gebruikers waar mensen denken van ja, daar hebben we eigenlijk niet voor. Ja. Maar goed, als die duidelijk de rest overeind houden. Ja, belangrijk zelfs zijn die. Alhoewel, sommige vrijwilligers vinden dat ook ingewikkeld. Ja. Die zien dat niet zo, die hebben zoiets zo van. Nou ja, we hebben bijvoorbeeld ooit eens een keer een hele discussie gehad over wel of niet kinderfeestjes in de Plinthof. Nou ja, dat hebben we een aantal keren gedaan en toen toch maar gestopt, omdat de een voor de andere vrijwilliger zei van ik doe dit nooit meer, ik word helemaal gek. Ja. Dan zijn dat ook voornamelijk oudere vrijwilligers. Ja, snap ik helemaal. En kinderen breken de tent een beetje af als je niet, tenminste geen ouders erbij hebt die dat op een goede manier in banen leiden. Nou, dat hebben we toen toch op een gegeven moment van gezegd, we doen dit niet meer. Hoewel er wel heel veel vraag naar was. Ja. En het levert natuurlijk altijd aardig geld op.
Maar ja, soms moet je ook dingen laten. Die raakt de vrijwilligers kwijt door. Nou, die kans die was wel erg groot. En dan moet je wel even uitkijken. Toch, ja. Dus want dan, je zit toch al krap, kiezen, redelijk krap in je vrijwilligers. Ja, ik vind sowieso dat je zuinig moet zijn op vrijwilligers en dat je goed naar ze moet luisteren. Dus, je compenseert die vrijwilligers niet met geld, maar met zinvol werk. Ja, dus als je dan ook niet zinvol werk maakt, wat een kinderfeestje organiseren is. Ja, dan kun je nog zo hard zeggen van ja, het levert zoveel op, ja, dus daarmee kunnen we blijven. Als zij dat niet zien zitten. Nee. Maar ja. Het is toch een soort clash als ze zeggen ja, dat snap ik. Ja. Maar zeg je, ja, dat zal de worst wees, doe het zelf. Dan heb je dus een probleem. Ja. Maar zou dat niet gaan spelen op het moment dat de subsidie stopt? Ja, dat wordt hartstikke klopt. Nou ja, maar voor de Prinshof geldt sowieso al dat dat geld verdiend moet worden. Dat gebeurt al jaren. Het grootste deel van de inkomsten van de vereniging komen toch echt vanuit verhuur- en horecaactiviteit. Ik weet niet of je die route op wil echt, hoor, maar in het algemeen geldt wel als je heel tastbaar weet te maken wat je ermee kan doen als organisatie. Het mooiste voorbeeld is dat ik ken als Biblionef. Die sturen boeken naar leesboeken naar Afrika, naar scholen daar. En er hebben heel veel vrijwilligers die boeken gewoon inpakken. En die krijgen gewoon per uur, betekent dat we 3 boeken meer kunnen opsturen. Ja? Of 8 boeken of wat dan ook. En dan staat er gewoon, uurtje gewerkt, kunnen we 8 boeken meer opsturen. Want als we dat hadden moeten betalen, dan. Ja. Nou, dan kun je, en die mensen krijgen in feite een soort keuze, impliciet. Wat gaan we doen? Doneren in geld? Of kom je hier in zoveel werken zodat we wat minder geld nodig hebben? Maar dat is heel tastbaar. Als je hem zo tastbaar kunt maken, zo van, nou, als we met z'n allen 10 verjaardagen organiseren, hebben we die avond voor die en die groep gefinancierd, dan kun je dat nog, maar zelfs dan, moet die verjaardagen spannend. Hoe is het bij jullie, wordt het veel verhuurd aan echt externe? Ja. En doen dan vrijwilligers dat, of? Ja. Was de barber er wel ingewikkeld zijn, of valt het? Nee, 100%. Geen spanningen daarmee, of? Nee, dat gaat. Nee. Nou ja, het gaat tot op heden wel goed. Alleen, maar dat hebben we in het verleden ook gehad met minder verhuur. Dat we altijd dalurenmomenten hebben gehad die heel moeilijk invulbaar zijn. Ja. Het grootste gedeelte van sportende leden, ja, die werken overdag. Maar overdag wordt er ook gesport in de hal. Dan zou je ook bezetting moeten hebben. Ja. Dus die blijkt gewoon veel lastiger ingevuld te worden. En dat gaat nu wel beter. Alleen die avonduren, zeg maar, de etenstijd, dat is. Op daar pak je dus wat hebben voor je medewerkers. Ja. Hoe hypothetisch, want ik denk dat op geen van jullie speelt. Maar hoe gebalanceer je, zou je balanceren, wat zou het betekenen? Dat het uur waarop iedereen eigenlijk wel weer sporten, een grote commerciële jongen van de hal gebruik wil maken. Ja, voor jullie een Weight Watchers. Laat ik iets geks noemen. Heel veel de ruimte gebruik maken. Maar het is eigenlijk wel het moment dat iedereen van die ruimte gebruik wil maken. Wel ergens of s'avonds tussen 8 en 10. Of van 7:30 tot 9:30. Ja, dat zou niet zo'n probleem zijn. Dat weer oké. In Prinshof kan dat nog redelijk goed. De doelgroep komt er vooral overdag. Oké. Ja, s'avonds. Nee, dus s'avonds liggen daar de meeste man. De verhuur vindt ook bijna alleen maar plaats. S'avonds of in de weekenden. Zijn er dingen waarvoor je zegt van daar zouden we het niet voor willen verhuren? Want dan even afgezien of je er vrijwilligers bij inzet bij de verhuur, ja of nee, maar er gebruiken van. Waar je zegt van dat zou echt te veel weerstand oproepen? Nou, er zijn wel bepaalde organisaties die niet aanroepen. Maar dan moet ik wel heel erg aan de zijkant zitten, begrijp ik. Ja. Dus ze wil de naam ook hebben dat je ze bijna willen. Verboden zijn. Nee. Nou ja, en niet aan echte jongeren bijvoorbeeld. Okay. Weet je wel? Dus er worden wel wat, ja, er zijn wel wat uitsluitingen. Maar het is meer de kwetsbaarheid van het gebouw. Weet je wel? Het is natuurlijk geen kaal gebouw. Het is zo ongelooflijk ingericht. En het is als het gemiddelde huiskamer van iemand. Ja, er staan dus ook een kwetsbare dingen die staan er en dat moet er allemaal wel blijven staan. Ja, dus als je eerst de boel leeg kan, dan. Ja, hebben jullie? Top. Nou, er zou ook meer groepen zijn waarvan ik beleidsmatigheidshalve zeg van, ja, dat ligt niet heel erg lekker in de opinie.
maar dat moet wel heel heftig zijn. Ja. Ja, dan kan ik een voorbeeld noemen waar het best wel spannend kan liggen. Het gaat over een 16, 17e eeuw, 15e eeuw, weet ik wat, kerkje ergens in Noord-Holland. Waar dus de kerk voogdij constateert, ze het onderhoud niet meer kunnen betalen van de kerk. En dus een expositieruimte gaat maken door de week van die kerk. Waar binnen de kortste keren een soort van chaos ontstaat in die kerk zelf over wat nou mag gebeuren door de week. Jazzmuziek, okay. Popmuziek, geestmuziek, geen probleem. Foto's, dus het beroemd verhaal van de oude kerk in Naarden, waar die foto's opgehangen worden, maar waar de kerk af en toe wel een gigantisch probleem heeft met een soort foto's dat er hangt. Nou, ligt natuurlijk met kerken anders dan met, maar je kunt je bij een sport wel iets voorstellen met ongezonde voedingachtige dingen of zoiets dergelijks. Nou, dus, ja, een beetje nou, daar zijn we nog tolerant. Die hamburgers mogen. Ja, maar als Mora een advertentie daar komt opnemen, ja. Geloof ik niet dat ik daar heel veel problemen mee heb. Nee. Ik denk ook niet dat in sportvereniging dat heel erg leeft. Want gezonde voeding, dat proberen ze met allerlei stimulansprogramma's wel erin te krijgen. Maar er wordt nog best veel friet en... Wat zou bij jou in de vereniging een randgeval zijn van wie mag huren, zeg maar? Echt niet. Nee, ik denk dat bij een sportvereniging dat bijna niet leeft. Het moet wel een soort hele verkeerde enge politieke partij zijn. Ja, het moet, ja, of een sterke religieuze inslag, want ja. Wij zijn zelf niet geen religieuze inslag. Ja. Dus het is een beetje standaard politiek slash religie dingen niet. Ik zat op te denken aan zo'n motorgroep. Ja. Ja, gaan we die weren of niet? Ja. Ja, en dan moet je wel zo ongeveer een telefoontje van de politie krijgen. Want, ja. Maar durf je dan nog wel nee te zeggen? Ja. Oh jongens. Maar goed, dat is wel grappig van Prinshof dan. Jullie maken meer de keuze van, nou jongeren niet. Terwijl wij als vereniging het juist daarvan hebben. En dus, zeg maar heel veel ervaring hebben met wat extremere feesten. En wij hebben wel jonge mensen die feesten, maar geen echte jongeren. Ik probeer me van deze zelfde busjes lopen, dat lijkt me toch wel. Dat... Ja, maar die hebben we ook geen ervaring mee. Dus, moet ik niet aan denken. Nee, je bus verhuren en je jongeren komen. Nee, dat doen we niet. Nou, dat is een hele goede markt hoor, naar festivals en zo voor jongeren. Ja. Nou, heenbrenger kan ik me nog voorstellen, maar ze het ophalen. Ik weet niet hoor. Ik zit toch even aan zo'n mogelijkheid te denken. We hebben nog twee jongens thuis. De oudste is dus 15, 16. En de jongste is 12, 13. Dus die moeten op verschillende tijden opgehaald worden bij het schoolfeest. Dat is ook echt gewoon zo irritant. Ja. Maar hebben die nog ouders die ophalen? Ja, tuurlijk. Toch? Dat is toch wel heel wat. Hoort erbij. Maar waar trouwens die gezonde voeding wel erg speelt, en dat is denk ik een paar van de vraag in rondom jeugdinstellingen, zeg maar. Ja. Daar speelt wel erg dat ze liever niet met McDonald's samenwerken, omdat ze dan de kinderen, dat hebben ze natuurlijk invloed op. En in zeker jeugdzorginstellingen die zijn daar wat huiverig voor. Bijvoorbeeld als Philip Morris langskomt met hun sigaretten. Ja, het is hartstikke leuk dat ze dat willen doen, maar dat is niet zo goed voor de reputatie van de jeugdzorginstellingen. Daar komt die vraag van jou over vandaan. De vragen gaan wel over gesponsorde automaten in je ruimte enzovoort. Ja. Maar die lukt dan niet met fabrikanten, want dat is door de sportbonden geboycott. Ja. Wel afgekapt. Ja, in feite. Dan zie je daar moeten we aan voldoen ook. Ja. Ja, en daarom ben je ook de discussie intern kwijt, waar je misschien intern helemaal niet zou hebben. Dat is maar een serieuze vraag. Ja. Bij jullie? Er staat wel het een en ander gesponsord, ongetwijfeld. De Douwe Airpitch-apparaat, de Coca-Cola ijskast, die staat daar ook. En in de zomer een ding is voor Ola-ijsjes. Ja. En speelautomaten, hebben jullie dat? Nee, helemaal niet. Nee, die komen er ook niet. Er zijn wel een aantal restricties. Je wordt ook niet voor 4 uur middags alcohol gesproken. Weet je wel, ook al hebben we een 24-uursvergunning daar. Nee, dus er zijn wel wat restricties. Ja. Er was vroeger ook nog wel veel geld mee binnen te halen met de speelautomaten. Is hier overschrijd voorbij of niet? Is ook over, ja. Ja, dat is helemaal niet zo vaak. Ja, mag wel. Bij ons staat er niet. Het is helemaal niet rendabel. Dat is het helemaal uit. Er wordt nauwelijks opgespeeld. Ja. In de periode dat we nog hadden. Het is crisis.
Nou nee, een discipline is allemaal gratis, je hoeft er leeg voor maken. Om het ja, te maken. Ja, ja. Als je je verveelt, dan binnen natuurlijk, dat is helemaal geen probleem. Maar bij ons met de tennis bijvoorbeeld, wij spelen buiten. Ja. Dus dan als het al regent, dan moeten de kinderen natuurlijk ook een beetje vermaakt worden. En dan zou de speelhoofdmaak natuurlijk wel... Heb je geen clubgebouw dan? Ja, jawel. Maar die, op een of andere manier, er staat een wie, hoe noem je dat, wie? Ja, dus door tennis. Ja, dus daar wel. Dus ze worden wel vermaakt, maar een speelautomaat is dan wel weer interessant natuurlijk. En soms krijg je aanschaf, krijg je hem gratis. Of je krijgt zelfs geld toe. Vroeger kreeg je zelfs geld toe. Dat soort dingen. Om neer te zetten. Heren, bij jullie, als iemand zou komen met een foldering om de bus op te halen, of is er al? Waar je voor betaald? Nou, ik weet dat wij een keer een vraag gehad over het sponsoren van een bus. Ja. Een politieke partij. Dat hebben we ook niet gedaan. Nee, dat kan ik me zo voorstellen. Ja. Ja, dat zou voor de gemeente subsidie heel gevaarlijk zijn, ja. Zeg maar. Ja. Als in het dorp vorig jaar stond de SP te flyeren in de openbare bibliotheek. Dat vond ik ook een hele interessante. Ja, waarom niet? Nee, ja, de directeur van de openbare bibliotheek had toegestaan, maar eigenlijk had hij gewoon van de wethouder of zijn enorme ervaring moeten krijgen in de openbare bibliotheek. Dat moet buiten mag, maar binnen kan gewoon niet. Nee. Dat is een no-go. Allemaal. Tenzij je ze allemaal toe. Ja, dan wel. Ja, dan wel. Als de anderen die aanvraag niet hebben gedaan. Nee, maar als ze gewoon binnenkomen lopen en volgens mij hebben in dit geval gebeurd, dan kan je eigenlijk gewoon met je ze weer buiten zetten. Tenminste, als openbaar bibliotheek in termen van je politieke veiligheid. Dat is wel even spannend. Zeker als je afhankelijk bent van gemeentesubsidie, moet je erg goed nadenken hoe ver je je politieke kleur bekent. En bij ons komen geen mensen binnen. In het kantoor komen er nog mensen. Ze worden opgehaald. Je zou in de bussen dus folders kunnen hebben die je uitdeelt. Hè? Ja. Van een kruidenier of. Ja. Zou kunnen. En dat mag wel. Maar een politieke partij. Wat zouden de chauffeurs daarvan denken? De vrijwillige chauffeurs zouden die aantal dingen niet buiten de bus willen hebben? Als buiten de advertentie? Bus? Ja, ik bedoel, als sponsor van de bus. Ja. De politieke partij is moeilijk, dat snap ik. Ik weet het niet, de bus zit reclame op. Ja. Dus het gaat er nu om, zou je folders kunnen uitdelen in de bus? En de andere vraag is van wat voor soort reclame zou je niet buiten de bus willen hebben? Nou, politieke partijen. Politieke partijen, ja. Anders. Dit soort zaken, ja. Geen 50-plus busrijden. Nee. Ja, dat zou ik niet weten. Wat hadden jullie voor de RMC? Ja. Zouden jullie reclame maken voor de RMC? Dat zou kunnen, ja. Ik heb er twee. We hebben er eentje van nu en mooi. Dat het misschien kan worden. En nou ja, het lukt er niet om het nog op te sturen. Nou ja, ik denk dat Remco zelfs nauwelijks tijd heeft gekregen om nog even allebei een setje nemen. Dat... Nee, je moet even bij mijn raar. Je hoort daarbij. Oh, die hoort daarbij. Nu en toe. Dat heb ik niet zo heel erg veel. Een steentje. Ja, dat ook al. Ja. Nee, die hebben 3 meter te veel mooi. Kijk hier al een beetje mee. Wat wij hebben gedaan is zeg maar even naar het nu gekeken. Nou, we hebben het leuk gepoogd hierheen. Dat is prima. Ja, sorry. Dingetje, ja, we gaan het anders beginnen. Ik dacht gelijk toen ik dit van de buren zag. Oh, is te komen. Dan hadden we dat maar gedaan. Nou, voor de toekomst is hier al. Is allemaal goed. Hè? Ja, gaat verder. Wij hebben zeg maar in kaart gebracht wat we nu aan financiering hebben en wat we daar nou van vinden. Dat op zich is zo'n exercitie al heel goed, hè? Want het dwingt je om over een aantal dingen na te denken waar je anders misschien nog niet zo heel erg over nadenkt. En al denken kwam het ook wel op zo van, jij hebt nog wel, wij krijgen wel eens schriften, bijvoorbeeld kleine donaties. Wel eens van die mensen die overlijden zelfs, die ons bedenken met een kleine bijdrage. Maar ook wel eens echt van die mensen die dan die zeggen van, ik wil iets voor jullie. Nou, worden gebeld en dan moeten we €50 eraf maken. Dat is gebeurd. We krijgen geen structurele donaties, geen grote donaties. De vraag bij sponsoring is een beetje of dat nou sponsoring heet, maar wij krijgen zeg maar van Woonstad, die vult uiteindelijk nu nog aan het eind van de begroting het tekort aan. Dat
was inmiddels teruggebracht tot afgelopen jaar bijna niks. We zijn ooit begonnen met een flinke bijdrage. Ja. En Boonstad heeft belang. Nu helemaal. Want Prinshoven is natuurlijk een initiatief wat van meet af aan gesteund werd door drie organisaties, twee zorgorganisaties, Paarmeijer en Oudend en Boonstad. En Woonstad is de eigenaar van het gebouw waar Prinsenhof in zit. En die is ook eigenaar straks van het multifunctionele accommodatie waar het zwembad in komt. En waar Prinsenhof, het ontmoetingscentrum Prinsenhof, dan in ieder geval dat deel, ook weer in gaat zitten. Wij zijn graag goed bevriend met Woonstad. Hoewel we ook wel eens een ruzie maken. Maar over het algemeen zeg maar. Het feit dat zij hebben een commercieel belang. Het is natuurlijk ook voor hun voor een deel. En daarom is het altijd, wat is het nou, een maatschappelijke. Want zij moeten natuurlijk ook iets aan maatschappelijke initiatieven steunen. Vooral bevorderen, zeker als het gaat om huurders die hun doelgroep zijn. Nou, dat is de hele omgeving van Prinsenhof is natuurlijk vooral huurders van Woonstad. Die hebben zij ook op het oog. Dat vinden zij belangrijk dat daar Prinsenhof voor moet zijn. Daar hebben ze wel wat voor over. En dan denken wij eigenlijk dat die bijdrage nog wel meevalt wat het ze dan kost. Maar het is een beetje ingewikkeld steeds meer voor corporaties om dat ook te verkopen. Maar goed, zij zijn een belangrijke. Zij zullen ook in de toekomst een partner zijn. De andere partners gaan mogelijk verdwijnen. En dat is ook nog wel belangrijk, want we hebben zeg maar, dus eigenlijk meer met projectsubsidies. Daar krijgen wij via Laurens, wordt een van de grootste ruimtes, het Krancafé, aan huur betaald via een zorgorganisatie die Laurens weer geld geeft, omdat zij iets met een doelgroep ouderen hebben. Nou, dat krijgen we nog 1 jaar, volgend jaar houden we. Voor de rest vragen we eigenlijk wel regelmatig, dat waren we ook even vergeten, voor sommige activiteiten, projecten, nieuwe initiatieven vragen we geld aan bij fondsen. En dat zijn meestal van die fondsen die zeg maar heel duidelijk de doelgroep ouderen ook hebben. Ik kan van tevoren al voorspeld een jaar of 9 krijgen bijna. Ja. En dat lukt dus ook altijd nog. En ja, we krijgen dan 50.000 euro per jaar subsidie van de gemeente Rotterdam. Daarvan dekken wij het grootste gedeelte wel van de professionele ondersteuning in Prinsenhof die er zit. En het is ook geoormerkt geld, want het is ooit gegeven als opperwerkondersteuning. Ik zie eigenlijk als wij doen het zeg maar inzetten voor vrijwilligersondersteuning. Als je dit schema bekijkt, dan zie je dat er inderdaad op flexibiliteit er wel heel veel geoormerkt geld zit. Ja, dat is een beetje het ingewikkelde, dat je er niet zo erg veel mee kunt spelen. Dus zeg maar, de eigen activiteiten, dus de eigen inkomsten, zijn belangrijk als het gaat om flexibel een beetje kunnen doen. Dus de activiteiten die dekken zichzelf volledig. Dus de inkomsten voor de activiteiten, die dekken echt alle uitgaven, alle kosten daarvoor. En een deel zelfs nog van de vrijwilligerskosten. En de verhuuractiviteiten en zeg maar de hele horeca. Die zit een beetje in een ingewikkelde constructie nu natuurlijk, want wij doen samen met Paarmeijer, er werken cliënten van Paarmeijer in de keuken en die worden ondersteund door een professional. Die professional is een kok en daardoor hebben wij een professionele kok in de keuken staan. Dat garandeert ook zeg maar kwaliteit. Ja, en dat is dus erg belangrijk, maar dat kan zijn door de hele verandering in de zorg, dat waarschijnlijk Paarmeijer niet meer op zo'n manier een begeleider voor 8 cliënten. Het is zeg maar deze samenhang in portfolio van financiering, dingen die je zeker op de lange termijn gewoon. Het jammer, afgezien financieel, is natuurlijk vooral inhoudelijk. Ja. Dat wat Prinsenhof vooral wilde zijn voor van wat er kan in het kader van de WMO, dat zie je terwijl de WMO op een heleboel manieren nu pas zich echt verder
ingevuld gaat worden, zie je gewoon al hele mooie mogelijkheden die er waren om samen te werken, dus ook alweer juist verdwijnen door de enorme bezuiniging. Maar goed, dat is dus heel kwetsbaar, die hele horeca. Dat is wel iets wat we ook in de nieuwe situatie wel zouden willen voortzetten. Maar goed, wij hebben ook wel geconstateerd dat onze huidige financiële situatie zo heel erg afhankelijk is van een aantal. Ja. Dus dat we breder moeten. Dus dat we echt. Dat is een beetje dus wij begonnen de gedachte hierachter. Als je zo gaat kijken, op een gegeven moment afvraagt van wauw. De matrix van de MFA dachten we van goed, we gaan eens inzetten op wat moeten we. Bijen, dus, ja. Nou, wat een leuk. Dit wordt vooral, dit is vooral ook een praatpapier voor de stuur. Ja, daar is voor bedoeld. Hè? Zo van, laten we het hier eens over gaan hebben. Maar goed, dat is wel heel belangrijk. Ja, sowieso. Waar zie je dan de meeste kansen voor jullie? Wat denk ik, nou, dat gaan we morgen mee aan. Nou ja, weet je, het is heel ingewikkeld. We zijn al jaren in gesprek met OptiSport. Die eigenlijk gewoon niet echt meebeweegt. Dus waar we heel, dat is wel de belangrijkste. Die gaan het zwembad exporteren. Daar wilden wij heel graag veel dingen mee samen doen. Moeilijk. Vinden alles eng. Zijn helemaal niet gewend om op zo'n manier met een organisatie. Moet je voorstellen, vrijwilligers achter de bar, weet je wel. Terwijl wij ook gewoon met vergunningen werken en aan alle HCCRP-normen moeten voldoen en weet ik maar. Die durven ze niet hoor. Durven ze niet. Nou ja, dat is dus heel ingewikkeld. Dus ja, we hebben wel een beetje zo van ja, misschien moeten dingen zich dan maar al werkend en uitproberend bewijzen. Maar dat betekent wel dat er een hele discussie nu is over van wie is de horeca in die locatie. Snap je? Ja, ik snap het wel. En de horeca is voor Prinsel heel erg belangrijk om financieel. Ik denk niet dat de woonstad erop zit te wachten om de hele huur voor Prinsel te mogen gaan betalen. Kan je geen gebruik maken van die kok? Bijvoorbeeld workshops geven in de buurt of koken voor ouderen in de buurt? Ja, maar die kok die, zijn we nu zo ongeveer al bijna kwijt. Oh, oké. Okay. We hebben nu de kok die er was, die heeft eigenlijk voor zijn geld gekozen. Want die contract liep in september af. En die kreeg geen verlenging, omdat ze vanaf januari waarschijnlijk helemaal. Dus, okay. Dus die is net vertrokken bij 1 maart en nu hebben we het tijdelijk. En nu, we hebben gelukkig een heleboel goede vrijwilligers in die keuken staan ook inmiddels. Die, maar daar een beetje jullie kwetsbaarheid zien voor de zorg als dossier. Ja. Ja, dat is heel jammer. Weet je wel, eigenlijk, nou ja, die zorgpartners vinden wij in wat we verder inhoudelijk in programma's en zo ook doen ook heel erg belangrijk. En dat kunnen ze op die manier ook wel blijven. Maar zeg maar in je organisatie, daar kan dat dus gewoon eigenlijk niet. Daarmee worden we opeens weer een bijna gewone vrijwilligersorganisatie. Ja, en bijna gewoon. En met wel ruim 50 vrijwilligers, waardoor dit heel erg is zo van, kan je dit wel zonder professionele ondersteuning? Nou, maar heel twijfelachtig. Nou, wordt een aantal dingen. Dan moet je ook weer opnieuw iets gaan. Dan moet je zeg maar analoog mijn voorbeeld over een zwembad enzovoort. Je gaat afvragen wat moeten we eruit halen dat het weer doenbaar wordt door vrijwilligers. En niet zozeer omdat vrijwilligers iets niet kunnen, maar omdat gewoon ja, het vinden van een gediplomeerde kok is gewoon een schaars iets. Ja. Dat vinden we een aantal mensen die een biertje mogen tappen, dan kun je een paar cursussen doen, maar dan ben je allemaal. Dat lukt wel. Weet je, dat lukt wel. Maar een professionele kok is alweer een heel ander soort iets om die vrijwilligers te vinden. Dat moet bij jullie ook zijn. Als je een aantal dingen in je kantine wilt hebben, dan wordt het steeds ingewikkelder. En daar hadden we verder komen dan de friet. Ja, ik weet het niet. Maar er zit wel een aantal. Ja. We hebben wel culturele avonden hebben wij onder de leden. Dus dat ouders zeg maar van elke cultuur wat kunnen maken en dan iedereen is uitgenodigd. Ja, maar dat komt dat je het onder je leden houdt, hè? Ja, dat is waar. Als je het voor de verkoop naar buiten. Dan kon je als een hele commerciële heel andere regels vallen. Ja, en toch doen wij dat wel met weekenden, want we hebben regelmatig na barbecue maaltijd en die worden dan toch super verzorgd. Ja. Ja, nee. Al is het een Chinese tafel of iets. Ja hoor, ik geloof er ook wel in. Ik ken ook hartstikke veel vrijwilligers die gewoon geweldig kunnen koken. Ja. Ik bedoel, ik zie ook, omdat ik ook aan de instroom van vrijwilligers overal werk, dat mag heel veel vrijwilligers die koks zijn eigenlijk en niet aan de slag komen.
Dus die kun je ook wel soms nog wel een tijdje in zo'n organisatie denk ik inzetten. Het punt is een beetje dat je voor de continuïteit is het voor Prinsenhof belangrijk dat je 5 dagen in de week elke dag zorgt dat mensen kunnen komen eten, dat het een restaurant is. Ja. En eigenlijk zouden we streven zelfs nog naar 7 dagen. Ja, en alles kan met vrijwilligers. Wat beroepsgasten kunnen vrijwilligers ook. Dat is het probleem. Je mag gewoon een bus rijden als je rijbewijs hebt. Ja, ja. En als je betaald wordt, je hebt geen rijbewijs, mag je ook geen bus rijden. Hoe zo simpel is het? En als je geen koksdiploma hebt, kun je nog zoveel betalen, je mag nog steeds niet kok zijn. Zo simpel ligt dat. En als je dat diploma hebt en je wordt niet betaald, mag je het wel zijn. Zo simpel. Alleen, het zijn wel schaarste wetten als je het heel erg ingewikkeld maakt. Ja, dus hoe meer je van een vrijwilliger nodig hebt, hoe ingewikkelder wordt je te vinden. Soms. Ja. Had het maar voorgeven over Ron van Walsum. Hè? Ja. Dus we hebben afgestudeerd, een mooi onderzoek naar een jongen die korfbalconnecties zorgt. En zij, een van zijn verhalen ging over dierenambulances. Liever gezegd, het onderzoek was bij de dierenbescherming. En hij kwam bij een dierenambulance, die had een nieuwe penningmeester nodig. Maar als je dierenambulance is, wel handig als er veel mensen hebben een rijbewijs. Dus die hadden voor de penningmeester als eis gesteld die een rijbewijs moest hebben. Ja. Dat was wel handig. Maar ja, dat is wel een leuk gesprek wat we gehad hebben. Van, als er nou een accountant komt die geen rijbewijs heeft. Ja? Je zoekt een penningmeester. Ja. Ik snap wel het rijbewijs, maar ja, om dat als een eis te zetten. Stel dat die accountant het leest, dan denk ik van dat is eigenlijk maar geen brief schrijven. Ja. Daar word je ook niet vrolijk van. Dat kan niet. Dat kan niet. Dus er zijn wel veel van dat soort gekke dingen die we er ook in doen, waardoor je denk ik de lat op een hele vreemde manier hoog legt. Ja. Maar goed. Ja, ik moet dat wel zeggen, dat zeg maar, als het om dat soort dingen gaat in je organisatie kijken. Zeg maar. Ik ben met Remco al een tijdje bezig. Om te kijken naar heel ander soort vrijwilligersprofielen. En dat je dus gewoon op een hele andere manier werft. En ook dat we af zijn willen van al die rare dingen van overeenkomsten waarin de meest rare dingen allemaal zitten. Spreek gewoon mensen eens aan op datgene waarvan, weet je wel, ze moeten iets lezen en denken van, goh, wat leuk, dit ga ik doen, ja. Weet je wel, zo. En niet ingewikkeld, moeilijk. En niet, weet je wel, op het ene moeten ze ja zeggen, eigenlijk gelijk, zonder, en dan moeten al die andere dingen eromheen, mogen nergens een belemmering zijn, weet je wel, dus vind dat ook nog uit. Dus je sowieso zoeken altijd naar hoe maak je je organisatie ook aantrekkelijk. En, ja, dat is voor naar de financiers denk ik dan dus ook, weet je wel, dus ik vind het wel interessant zo van hoe... raak je nou ergens een club met geld? Nou ja, het hebben van veel vrijwilligers kan daar nooit in kwaad. Want dat, op een of andere manier de meeste financiers, in die filantropische kant, fondsen, overheden, kan wel eens ingewikkeld zitten, maar wel eens professionele garanties hebben enzovoorts. Verzekeraars zal ook wat lastig zijn, maar normaal gesproken veel vrijwilligers, hoe meer hoe beter. Dat is toch een soort signaal naar iedereen toe dat je club goed doet. In alle eerlijkheid, dat is wel een hele helder. Wat ik nog wel ingewikkeld vind in Nederland, ik moet zo even een koffiepauze in lassen, dan gaan we daarna naar jullie en dan komen er nog wat slidesachtige dingen. Is die correlatie tussen tijd geven en geld geven. Dus dat we nog steeds ingewikkeld vinden om mensen die veel vrijwilligerswerk voor ons doen, ook te vragen om een donatie te doen in de organisatie. En ik weet niet, in Amerika ligt die correlatie extreem hoog. Als je voor een organisatie kiest en je vindt de wijkbus belangrijk, dan vind je de wijkbus belangrijk en dan geef je tijd, geld en andere dingen. Aan die wijkbus. Terwijl in Nederland scheidt dat heel erg. Maar gedeeltelijk scheidt het wel omdat we altijd ook gescheiden hebben. Als je vrijwilligerswerk deed, werd je eigenlijk nooit voor een aanvullende donatie gevraagd. Of andersom, als je geld gaf, werd je nauwelijks voor vrijwilligerswerk gevraagd. Behalve als je vrijwilligerswerk in de kerk deed. Kijk eens. Mijn extreemste voorbeeld ken ik uit Amnesty. Toen bestonden ze zoveel jaar, het zal zijn geweest, 35. En toen hebben ze een heel enorm debat gehad of ze hun donateurs, sorry, dit gewoon de leden zeggen, mochten aanschrijven om de petitie te ondertekenen die Amnesty wilde uitsturen. Want het was er eigenlijk om tijd vragen van donateurs. Lange discussie en die gaven al geld. Net zo goed ze vonden dat ze hun vrijwilligers niet mochten vragen om geld, waar je andersom zou kunnen redeneren. Ja, degene die waarschijnlijk voor je club zijn. Ja, maar dat doen we wel met verenigingen. Want we hebben bijvoorbeeld een grote clubactie. Ja. Dus dat doen we het verkapt, hè. We vragen namelijk dan wel geld. En dan gaat het gewoon, dat is gewoon een, via de grote clubactie betaal je €5 voor een lot, geloof ik. En dan gaat €3 ervan gaat direct naar je club. Dus we doen het wel een soort van verkapt. Wel extra geld vragen aan leden. Jullie? Dat zijn de clubacties.
Durven jullie de bestuurders van de bus om donaties te vragen? Nee. Nee. Lijkt me heel gevaarlijk, ik zou het jullie zo snel adviseren. Nee. Ik zou het ook niet doen. Het zijn ook vaak mensen die gepend met pensioen zijn. Het zijn heel vaak vrachtwagenchauffeurs geweest. Ja. Dus die hebben niet veel geld om te spenderen. Nee, dat hangt niet af van veel hoor. Maar het zou eens kunnen dat hij zo weinig oplevert dat je de ruzie niet voor wil hebben. Ja, ik snap hem. Nee, dat kan we niet hebben. Nee. Nee. Ik weet niet of dat bij jullie bijvoorbeeld wordt geregeld bij de vrijwilligers die in de keuken werken bijvoorbeeld. Nou, als ze werken, dan is het gratis. Maar als ze niet werken, moeten ze ook gewoon. Nee, dat zijn geen donaties, dat weet ik wel. Maar een van de dingen die je ook zou kunnen overwegen is natuurlijk wat veel bij bedrijven, kleine ondernemingen vaak gebeurt, is dat je niet meer klanten gaat vragen, maar dat je bestaande klanten meer laat uitgeven. Dat kan natuurlijk ook bij leden en dat kan natuurlijk ook bij bezoekers bij jullie of bij... Ja, maar dat is ook zo. Er zijn ook heel veel vrijwilligers, de meeste vrijwilligers komen ook wel uit de omgeving. Maar ze komen wel van steeds verder, nu inmiddels wel geloof ik. Maar, dus er zijn ook wel heel veel vrijwilligers die ook komen, wel regelmatig komen eten in Prinsen, die betalen dan ook. Maar niet op een vrijwilligersavond of wel op een vrijwilligersavond? Dat is wel een als er een vrijwilligersavond is, dan alles, is sorry. Bij Resto van Acht hebben we tot nu al het beleid gehad, vrijwilligers betalen niet voor het eten als die avond doen. Als ze aan het werk zijn, dan betalen ze niet. Maar dat is wel ongeveer 10% van de maaltijden. Oh ja, zoveel vrijwilligers. Ja, gewoon omdat het ook een spelletje is dat er vrijwilligers mee eten met die gasten en meer van dat soort dingen. Ja, dat is een onderdeel van. Ja, nee, maar dan is het ook als. Maar het is substantieel. Als je vrijwilligers 3 euro zou vragen per keer, scheelt echt gewoon op een gemiddeld restaurant vrij snel 30 euro op een avond. Wat in het geheel best wel interessant is, want even klaar om het eten te doen, bedoel je. Spannend, maar tegelijkertijd hebben we iets van, wie durft dat te gaan vragen? Want veel van die vrijwilligers. Het is spannend, we zijn er nog niet uit. Degene die met bedrijf meekomen, of zoals wij met onze studenten hebben gedaan, daar krijgen we een rekening voor. Het mogen doen van vrijwilligerswerk, eten en nog wat erbij. Maar de vrijwilligers die uit zichzelf komen, er zitten heel vaak in allerlei ingewikkelde situaties. En die wil je eigenlijk helemaal niet afschrikken met maar een beetje geld. Tegelijkertijd zie je wel dat iedereen denkt, oh ja, vrijwilligers kun je geen geld vragen. Maar dat is nou weer niet. Dat is nou weer helemaal niet zo. De meeste vrijwilligers hebben ook gewoon een baan en meer voor dat soort dingen. Dus 3 euro voor later voor het eten. Het geld kan niet een probleem zijn. Dat zijn een soort... barkeepers. Bij ons wil de middagploeg, als ze klaar zijn, graag een biertje drinken. Ja. Er is gezegd, dat moet je betalen. Nou, de hel brak uit. Ja. Ja, dat willen ze krijgen. Ja, ja bedankt. Ja. Dat zou ik wel even. De 1 biertje mag, de 2e moet je betalen. Nee, de derde komt door mij thuis halen. Dat doet mijn broertje, die komt dan net. Het is wel interessant omdat wij vrijwilligerswerk bijna niet zien als onbetaalde arbeid. Maar als actieve bijhoren, zien wij dus gratis eten geven, want die het niet als beloning, zeg maar. Dus dat voelt helemaal niet verkeerd. Dat is gewoon logisch. Ja. Hetzelfde met een internationaal vergelijkend onderzoek, en dan gaan we nu aan de koffie zo. De vraag gesteld, als je EHBO'er bent bij een popfestival en je krijgt een gratis kaartje, ben je dan nog een vrijwilliger, ja of nee? Nou, in Nederland vinden we dat bizar, dat je daarvoor zou moeten betalen voor een popfestival. Ja, dat is te gek voor. Nou, in Amerika vinden ze dat je behoorlijk geen vrijwilliger bent, dan krijg je toch echt wel iets betaald voor je vrijwilligerstijd, namelijk een gratis kaartje. Tegenwoordig de waarde. Ja. Ik heb een discussie meegemaakt, dus al een jaar of 10 terug met de EHBO-verenigingen. Die zaten echt, die waren enorm boos. Want wat gebeurde bij EHBO-verenigingen? Toen kwam de BHV kwam op, 10, 15 jaar terug. En alle mensen wilden BHV worden als commercieel opleider of zoiets. En die deden de EHBO-verenigingscursus, 2-3 jaar. Maar natuurlijk een impliciet contract onder. Nadat je die cursus hebt gedaan, blijf je een aantal jaren bij de vereniging als instructeur. Maar die deden de instructeurcursus om daarna BHV-instructeur te worden, commercieel. Dus daar waren ze echt boos over. En ze hebben toen uiteindelijk gewoon met iedereen afgesproken dat je langer moest als blijven als moest je extra betalen. Nou, het was wel moeilijk om dat te handhaven, want ja, geslepen is iemand voor de rechter als je niet betaalt. Maar goed, je kan het in ieder geval afspreken. En als iemand dat niet doet, kun je gewoon echt gerecht door boos zijn. En de tweede waar ik terecht kwam was de EHBO's bij Feyenoord, die niet betaald kregen. En die steeds bozer werden op hoeveel die mensen in het veld verdienden en hoe ze behandeld werden. Ja. Maar die intern een discussie hadden van, ja, maar we willen niet betaald worden.
En waar het bestuur niet de stap kon zetten van als we nou niet jullie betalen, maar we krijgen 5 mil per keer voor de vereniging. Ja. Nou, dat zijn ze op een gegeven moment uitgekomen dat ze dus inderdaad een goed bedrag hebben gevraagd voor de vereniging. Maar ze moeten ondertussen ook nog allerlei fondsenwervende dingen doen. Dat is natuurlijk een beetje wat de zotte dat je bij Feyenoord als onbetaalde vrijwilliger zit. En papier gaat lopen ophalen om je vereniging te onderhouden. Dan, ja, dan ben je echt niet goed bezig volgens mij. Ja. Want ja, als je gewoon besluit bij Feyenoord niet te zitten, hebben ze een serieus probleem. Ja. Dan heeft maar één zaterdag niet te verschijnen. Die wedstrijd gaat gewoon niet door. Ja. Als je de juiste politie, als je de juiste burgemeester opbelt en zegt wij zijn er vandaag niet, dus er zijn geen RBO's. Ja. Nou, dan wordt het niet gevoetbald. Ja. Dat is spannend. Ze zijn uiteindelijk uitgekomen, maar het heeft lang geduurd. Maar goed, ga even koffie.